je hebt een beter verhaal dan ik dacht. Goedemorgen, het is maandag en ik ga vandaag voor de laatste keer voor Boston een soort van lange afstand lopen. Ik ga 10 kilometer lopen, dus dat is absoluut niet echt lang. Maar ja, dat ga ik nu doen. Kijk nou hoe mooi. Ik heb het gehaald, 10 kilometer met een pace van 4,57 volgens mij. Het was niet makkelijk, maar ik ben wel heel blij dat ik het gedaan heb. Ik heb het nu, kan ik met een gerust hart aan de rest van de dag beginnen. Ik heb nu mijn ontbijt denk ik wel verdiend. Ik heb zo'n honger. Vandaag hebben we heel verrassend spiegeleitjes in plaats van omeletten met paddenstoelen. We hebben weer gewoon grapefruit en sinaasappel chocoladebroodjes. We hebben een gekookt eitje, we hebben cappuccino, dubbele cappuccino en een sapje. Wat is er in het sapje vandaag? Bieren en oranje. Dus peer en sinaasappel. Oké, top. Dit smaakt leuk. Oké, mijn blog is geschreven voor 12 uur. Over 3 minuten is het 12 uur. Over 3 minuten is het hier 11 uur, maar over 3 minuten is het in Nederland 12 uur. Dus ik ben weer net op tijd. En ik ga nu verder schrijven op het strand. Let's go to the beach, each. Ik ken het nummer verder niet. Ik weet zo goed in rappen. Sorry, Nikki. Ik heb weer lekker een ochtendje op het strand gehad. Ik ga nu naar de lunch. Want ik heb honger. Ik heb vanmorgen niet zoveel ontbeten. Ik had natuurlijk 10 kilometer gelopen en daarna had ik niet echt trek. Maar ik heb natuurlijk wel calorieën verbrand. Dus nu heb ik extra honger. Jij ook, mam? Altijd. Wat heb jij gedaan vanmorgen? Ik heb jouw rommel opgeruimd. Oh, oké. Okay. Je kleren netjes weer in de kast gehangen. Oh, je hebt een beter verhaal dan ik dacht. Menu vandaag. Gazpacho, frietjes met mayonaise, witvis. Mijn boys is geen zaterdag trouwens. Het is maandag, maar maandag kan dit ook. En courgette en cola. Ik heb weer een schrijfsessie op het strand. Mijn moeder voorziet me in water. En wat heb je daar? Watermeloen. En wat had je dat? Wat is het voor sapje? Volgens mij aardbeien-citroen of zo. En een aardbeien-citroensapje. Absoluut niet verkeerd. Ik heb 876 woorden zojuist geschreven. Ik hoop dat het leuk is. Trouwens, vandaag mijn 100ste vlog. Dus ik besloot net even wat in het in de zee. Ah, kijk, yes! Dit wilde ik. Het is trouwens vandaag ook de 100ste dag van 2017. Ik ben namelijk begonnen op 1 januari met filmen. Dus vandaag is dag 100 van 2017. Bizar hoe snel de tijd gaat. Trouwens, stiekem vanaf dag 1 van 2017 al mijn idee geweest om in 2017 iedere dag te gaan vloggen. Dus dat ik aan het eind van het jaar 165 vlogs heb. Ik had niet verwacht dat ik het zo leuk zou vinden en dat het me ook misschien wel zou gaan lukken. Dus ik durfde dat dag 1 niet meteen te zeggen. Maar nu na 100 vlogs durf ik wel mezelf hierop toe te leggen. Ik weet ook nog steeds niet of het me gaat lukken, want ja, ik moet dus nog 260 dagen volgen. Eerst even mijn was aan het doen, de witte was. Dat hadden we natuurlijk ook gewoon thuis kunnen doen, maar ik kom dus op woensdagavond laat thuis en ik vlieg op vrijdagochtend alweer naar Boston. En mijn moeder had net iets waar ik weer een beetje zenuwachtig van werd. Misschien kan moeder dit beter vertellen. Wat zou er kunnen gebeuren op Barcelona Airport? We hebben weer 3 kwartier overstap. Dus we hebben ervaring dat die Spanjaarden dat niet altijd lukt om dan de koffer in het goede vliegtuig te krijgen op tijd. Op tijd. Dus ja, het zou zomaar kunnen dat mijn koffer
pas donderdag komt. En dan kan ik dus de spullen die mee moeten niet meer wassen. En donderdag is nog een goed scenario. Want het zou komen dat ze pas kunnen dat ze pas vrijdag komen. Dan heb ik niet eens een koffer die ik mee kan nemen naar Boston. Ik heb mijn nieuwe schoenen aan van Lola Cruz. Die heb ik besteld bij Omoda gekregen dus. Dus kijk of ik zo goed kan laten zien. De nagels zien er wel weer echt fantastisch uit. We gaan weer eten. Maar er moeten eerst foto's gemaakt worden. We zijn nu even een fotospot aan het zoeken. Zoals echte fashion bloggers dat ook doen. Het is vandaag Italiaanse avond. En we gaan beginnen met een risotto met vis. Top? Gaan we hier gewoon mee beginnen? Of wil je ook meteen een andere voorgerecht? Wat voor voorgerecht? Wat zei je allemaal? Ja, dat is vlees. Vlees. Ja. Nee, we gaan het hierbij houden, ja? Ja. Mocht je nou op dieet zijn, dan zit je bij Robinson ook prima. Want ze hebben dus ook voorhoofd en nagerecht met local dining. Doe ik niet aan, maar het ziet er best oké uit. Dit is, het ziet eruit als couscous met kip. Local dining, maar wij gaan voor de risotto met uieringen of inktvisringen. Het hoofdgerecht is focaccia, witvis, paddenstoelen, courgette en aioli. En wijn. En als dessert hebben we tiramisu. Dit is alweer het einde van de 100ste vlog. Ik wil jullie weer bedanken voor het kijken. En ik zou het ook heel erg leuk vinden als jullie deze video leuk vinden. Dat je me abonneert op mijn kanaal. Want dan ben je als eerste op de hoogte van de nieuwe video's. En ja, ik ben dus van plan om er nog minstens 365 te maken dit jaar. Dus dat wil je. Dankjewel voor het kijken. En ik zie jullie morgen weer.